Waarom geloven mensen in mediums en helderzienden? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik moet iets opbiechten. Ook aan mijn naaste collega's aan de Universiteit van Tilburg, andere instellingen, sorry. Maar ik denk dat ik paranormaal begaafd ben. Wat ik hier wil doen is een klassiek experiment opnieuw uitvoeren. Een klassiek experiment dat is uitgevoerd in de jaren 30 van de vorige eeuw door Joseph Ryan aan Duke University in Durham, North Carolina. Ik heb daarom ook aan de redactie gevraagd van de Universiteit van Nederland om een vrijwilliger, een proefpersoon. En jij bent het geworden? Ja. Kom het podium op. Loop even hier langs, dan kan je een trapje gebruiken. Oké. Hoe heet je? Sharon. Sharon, welkom. Ja, Herman. Hoi. Ga even zitten als je wil. Oké. Geweldig dat je mee wilt doen aan het recreëren, het opnieuw creëren van een klassiek experiment van Joseph Ryan. Oké. En ik heb ook via eigenlijk, heb ik de klassieke experimentele kaarten gevonden waarmee Joseph Ryan en zijn collega Carl Zener probeerden om aan te geven, of in ieder geval te ontdekken, of er mensen zijn die paranormaal begaafd zijn. Oké. Ik denk dat ik dat ben, maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als jij het ook bent. Wat ik daarvoor heb gedaan is, ik heb de bekende symbolen, de kaartsymbolen heb ik hier voor jou, Sharon, vijf stuks. Oké. Bekijk ze goed. Ik denk dat je ze, misschien dat je ze herkent. Mm-hmm. Ik heb dezelfde vijf symbolen. En zoals het experiment van Joseph Ryan dan gaat, is, ik ga jou vragen om die kaarten voor je te houden. Doe ik ook. Ik hou de kaarten voor me. Ja. En wat ik jou ga vragen is het volgende eigenlijk. Zou jij een symbool, een van die vijf symbolen, in gedachten kunnen nemen? En dan proberen, dit is het experiment, en dan proberen om dat symbool naar mij te sturen. Oké. Ja, dus niet hardop zeggen, je kaarten natuurlijk uiteraard niet laten zien enzovoort. Maar je hebt een symbool gekozen, merk ik, dus probeer het naar mij toe te... Oké, dan leg ik mijn kaart zo neer. Wil jij jouw kaart ook zo neerleggen? Tegenover die van mij, het symbool wat je hebt gekozen. Oké, nou, dit is de routine. Probeer nog eens een symbool. Kies een van de symbolen uit en stuur dat symbool naar mij. Niks hardop zeggen. Oké. Oh, dat ging snel. Kijk, waar het om gaat natuurlijk is om te zien of er een match is tussen ons. Wij kennen elkaar niet zo heel lang. We hebben elkaar net ontmoet. Het zou wel heel toevallig zijn. Ik heb hier deze drie kaarten over. Het cirkeltje, het kruisje en het sterretje heb ik hier over. En misschien kan jij ook laten zien, Sharon, welke kaarten jij over hebt. Dat, kijken of er een connectie... Ah, dus er is ook een kruisje, zoals ik een kruisje had. En een sterretje en een... Maar dit is natuurlijk veel belangrijker. Heb ik jouw symbolen goed opgevangen? Mm-hmm. En het is denk ik wel belangrijk om te zien dat ik heb natuurlijk als eerste de kaart opgelegd om te kijken of ik jouw symbool kan opvangen. Heb ik een kaart neergelegd? Oké. Dus het laatste symbool wat jij hebt neergelegd, daarvan hoop ik dat de golfjes zijn. Misschien kun jij even kijken of dat... Ja. Ja! Oké. Ja, dan moet dit wel het vierkantje zijn. Ja. Dat is waar jij het eerste aan dacht. Ja. Snap je het experiment? Laten we het nog één keer doen. Ja, ik snap het wel, maar... Zullen we het nog één keer doen? Want ik denk dat er nu echt een connectie gaat ontstaan tussen jou en tussen mij. Waarom lacht u nu allemaal? Dit is volgens mij juist de empathie en de werking van empathie die er tussen mensen bestaat. Dus ik ga aan Sharon, heel moedig en dapper, vragen om nog een keer aan een symbool te denken. Oké. Kun je nog een symbool van mij in gedachten nemen? Nog even niks doen? Niks zeggen? Ja, leg het ook maar neer. Denk ik. Oké. Nu heb ik deze drie kaarten over. Dat zijn drie andere kaarten. Ik heb het plusje, het cirkeltje en de golfjes heb ik over. Misschien kan jij dat ook even laten zien wat jij over hebt.
Oké. Oké, maar pak je kaarten, want het gaat natuurlijk om de kaarten. Mm-hmm. Als laatste kaart heb ik opgelegd. Sterretje. Ja, ik ook. En het vierkantje. Ja, oké. Mag ik een heel groot applaus voor Shabby. Wie gelooft er in het zesde zintuig? Niet bang zijn. Ja, er zijn mensen die geloven in het zesde zintuig. Als je gelooft in het zesde zintuig, dan moet ik je toch enigszins teleurstellen. Want alle gekheid op een stokje, ik geloof in wetenschap. Ik geloof in wetenschap. En wetenschap is onze enige bron van betrouwbare kennis. En dat betekent dus dat volgens mij wetenschap aantoont dat het paranormale niet bestaat. En dat ga ik nu uitleggen. En ik leg het uit aan de hand van een heel simpel apparaatje. Een heel simpel instrument. Een scheermes. Een scheermes is alles wat ik nodig heb om te laten zien dat het paranormale niet bestaat. Nou, ik heb het zelf niet bedacht. Het scheermes is een heel belangrijk wetenschappelijk principe geïntroduceerd door William of Ockham. Een Franciscaner monnik uit de middeleeuwen. Die heeft gezegd, luister, wetenschap moet nooit meer aannemen dan dat je nodig hebt om te begrijpen wat er gebeurt. Alles wat irrelevant is in een verklaring om te begrijpen wat er gebeurt, dat snijden we weg. Dat is het scheermes van Ockham. En de vraag is of datgene wat hier is gebeurd, het steeds goed voorspellen van bepaalde uitkomsten die paranormaal lijken, of we die niet op de een of andere manier kunnen verklaren door gebruik maken van het scheermes van Ockham. Laat ik het even het scheermes van Ockham wat nader uitleggen. Stel je voor, ik zit in een auto. Ik ben een filosoof, ik denk niet na. Ik rij en ik veroorzaak helaas een botsing. Maar gelukkig heb ik geïnvesteerd in een goede auto. De airbag komt uit het stuur en ik had mijn veiligheidsgordel om. En dus overleef ik het ongeluk. Later die dag bel ik mijn moeder en ik zeg tegen mijn moeder. Moeder, voordat je iets anders hoort van iemand anders. Ik heb het ongeluk overleefd. Airbag kwam uit het stuur. Gordel, ik zat achter de gordel. Goed in de gordel. En gelukkig heb ik het overleefd. Ach jongen, wat ben ik toch blij. Zegt mijn moeder. En gelukkig maar dat je ook een beschermengel op je schouder had. Een beschermengel op mijn schouder. En ik pak mijn scheermes van Ockham. En ik pak het scheermes en ik scheer de beschermengel weg. Waarom? Die beschermengel die doet helemaal niks in mijn verklaring. Gegeven de airbag, gegeven de veiligheidsgordel, dat is wat ik nodig heb om te begrijpen wat er is gebeurd. En op die manier kun je ook dit proberen te verklaren. Namelijk als we tot de conclusie komen dat hier een hele normale verklaring voor is, omdat het simpelweg een kaarttruc is. En dat is het. Het is een kaarttruc. Is om te laten zien dat mensen snel in het paranormale geloven. Maar het is een kaarttruc. En aan u natuurlijk de oefening om uit te vogelen hoe die kaarttruc in elkaar steekt. Maar is er dan helemaal niemand paranormaal? Zelfs Derek Ogilvie niet. Nee, zelfs Derek Ogilvie is niet paranormaal. Ogilvie is een Schots zelfverklaard medium. En zegt dat hij van geesten van overleden personen kan horen, dingen kan horen, dingen kan weten. Bijvoorbeeld over mij, die hij op geen enkele andere manier kan achterhalen. En we weten inmiddels dat Derek Ogilvie gebruik maakt van twee verschillende technieken. Heel kort leg ik ze even uit. De meeste van jullie kennen ze eigenlijk al. Cold reading. Je maakt gebruik van psychologische feitjes, van bepaalde statistieken. En je zorgt ervoor dat je begint over zinnen die van toepassing zijn op iedereen. Dat je begint over sieraden in lades liggen, klokken en horloges die het niet meer doen. Je begint te praten over een jeugdongeluk met water, iets met water te maken. Of je begint over, oh, ik heb pijn aan mijn voortanden. Is er iemand die iets heeft meegemaakt in zijn voortanden, stuk of zo? Dat zijn allemaal dat soort van psychologische feiten. Litteken op een knie bijvoorbeeld. Of het getal 2 in je adres. Dat kun je allemaal gebruiken om maar te zorgen dat mensen op een gegeven moment zeggen, ja, dat is bij mij het geval. Kom naar mij, kom naar mij. Dat is cold reading, hot reading. Hot reading is nog erger. Hot reading is gewoon oplichterij. Rondom Derek Ogilvie zit een team, Team Ogilvie. En dat team dat zegt, luister, wij vogelen iemands persoonlijke leven helemaal uit. Wij vertellen jou de informatie, beste Derek. En aan jou om naar de juiste persoon toe te stappen en al die informatie te geven. Ja, op die manier kan Ogilvie, dit is letterlijk gezegd,
achterhalen dat iemands vader zich, de vader van iemand zich heeft opgehangen aan de 7e tree van de zoldertrap. Hoe kan hij dat weten? Uitstekend werk van Team Ogilvy. Dus wat wij hier doen is, wij pakken het scheermes van Ockham en wij zeggen tegen Derek Ogilvy, die paranormale gaven van jou, die hebben we niet nodig om te begrijpen wat er is gebeurd. En we scheren al het paranormale weg. Zing. Belangrijk principe van wetenschap. Scheermes van Ockham. Blijven we zitten met de vraag, waarom geloven zoveel mensen nou eigenlijk in mediums en helderzienden? En er zijn twee verklaringen, eentje heel kort en de tweede verklaring is iets langer. De eerste verklaring is, als mensen in emotioneel kwetsbare situaties verkeren, dan is een medium zoals Derek Ogilvy is natuurlijk erg welkom. Hoop doet leven, troost wordt er geboden, et cetera. Een interessantere verklaring, verklaring 2, is dat ook uitgebalanceerde mensen, mensen die over het algemeen goed nadenken, plotseling gaan geloven in mediums als Ogilvy. Wat is daar aan de hand? Nou, wat daar aan de hand is, is dat er heel snel conclusies worden getrokken. De Schotse verlichtingsfilosoof David Hume is beroemd geworden met zijn biljartexperiment, waarmee hij probeerde aan te tonen dat mensen heel snel geloven dat het één het gevolg is van wat er aan vooraf ging, het ander. En dat is ook inderdaad wat psychologie heden ten dagen uitwijst. De psychologie wijst uit dat zodra het één na het ander komt, denken wij dat het ander de oorzaak is van het één. Om die gedachte te onderdrukken, die als het ware evolutionair in ons is ingeslopen, om die gedachte te onderdrukken dat wat je het laatste ziet niet het gevolg hoeft te zijn van de oorzaak die eraan vooraf ging. Om die gedachte te onderdrukken, daar moet je echt iets voor doen. Bepaalde moeite moet je daarvoor doen. Het is moeilijk om die gedachte te onderdrukken. Het is bijna een instinct dat je daar voelt. Stel je voor, je doet je rode sokken aan en je gaat naar het voetbalveld. En je hebt je rode sokken aangedaan vandaag. En je speelt een geweldige wedstrijd. En je komt weer van het veld. En je zegt van, wat een geweldige wedstrijd heb ik gespeeld. Moet je eens kijken, heb je dat doelpunt van mij gezien? Ja, dat was echt waanzinnig, Herman. Normaal scoor jij nooit. Op een gegeven moment ga je denken, wacht even, de volgende wedstrijd. Ik doe mijn rode sokken aan. Dat zijn mijn gelukssokken. Of ik heb het met mijn wondersloffen. Het is heel moeilijk om dat soort van gevoelens, van instinctmatige gedachten, om die te onderdrukken. Daar moet je echt wat voor doen. Je moet dus moeite doen om dat soort van gedachten niet te hebben. Want ze poppen als het ware vanzelf op. Die snelle manier van conclusies trekken heeft alles te maken met evolutie. Normaal gesproken zitten we met onze instincten zitten we goed. Kunnen we inderdaad betrouwbaar de causale relatie tussen dingen simpelweg, vrij instinctmatig, eigenlijk op de automatische piloot vaststellen. Maar datzelfde evolutionaire instinct maakt dat wij heel makkelijk concluderen dat als twee dingen na elkaar gebeuren, dat dan het één het gevolg is van de oorzaak, datgene wat eraan vooraf ging. Ik zal het nog één keer proberen te illustreren aan de hand van een heel alledaags voorbeeld van hoe moeilijk het is om bepaalde instinctmatige gedachten om die te onderdrukken. Denk aan een zonsondergang. Het is prachtig weer, zomer, aan het eind van een prachtige zomerdag. En ik loop met mijn vrouw en mijn twee prachtige dochters over het strand. En ik zeg, en iemand zegt, mijn oudste dochter bijvoorbeeld zegt, oh pap, wat een prachtige zonsondergang. En ik zeg, nou ja, zonsondergang. We weten natuurlijk dat de zon niet ondergaat. We weten, wat we hier zien, is dat we een prachtige aardoppervlakverdraaiing weg van de zon zien. En gegeven de atmosfeer krijgen we een prachtige kleur erbij. En mijn vrouw en mijn twee dochters zijn 200 meter verderop. Tijdens deze romantische wandeling over het strand. Maar wat wij hier zien, wat je hier geïllustreerd ziet, is precies wat David Hume bedoelt. En is precies wat aan de hand is, ook als je mediums gelooft of helderziende gelooft. Je bent het slachtoffer van instincten. Wij kunnen niet anders dan de zon zien zakken. En wij moeten moeite doen om te zeggen, oh nee, wacht even, het is niet de zon die zakt. Het is het aardoppervlak dat wegdraait. Op dezelfde manier zijn we, als we niet goed oppassen, slachtoffer van mediums zoals Derek Ogilvy. Ja, betekent dat nou allemaal
dat alles doodnormaal lijkt. Betekent dat nou dat er helemaal niks bijzonders gebeurt in de wereld en dat je alles kunt verklaren met wetenschap? De enige bron van betrouwbare kennis. Dat is misschien iets te veel gezegd. Want het volgende college wil ik ingaan op een wel hele rare ervaring. De zogenaamde bijna doodervaring. Dank u wel.